Oké. Ik ben Wendy, de Gelder Snelleman sinds begin dit jaar. Toen ben ik met Danny getrouwd op Curaçao. Werd na 10 jaar wel eens tijd. Wij wonen samen in Vlaardingen. Hebben het hartstikke naar ons zin. En in mijn vrije tijd ben ik tegenwoordig meer bezig met sporten. Lekker bootcamp, af en toe een beetje hardlopen. En Formule 1 vind ik erg leuk. Ik heb rechten gestudeerd. Ik had vroeger altijd het idee dat ik advocaat wilde worden. Dus toen was de logische stap na het VWO om naar de universiteit te gaan om rechten te studeren. En toen ging ik rechten studeren en toen dacht ik, nee, dat is niet helemaal. Past toch niet helemaal bij mij. Maar ja, ik kwam er toch wel iets te laat achter. In het derde jaar en toen dacht ik, ik ga het toch wel afronden. Dus uiteindelijk afgerond, maar een totaal andere richting uitgegaan. Ik drink eigenlijk geen koffie. Dus bij mij kan je terecht voor een kopje thee. Maakt niet zo heel veel uit wat voor thee, als het maar geen hele donkere thee is. En die chai latte van de Starbucks, die lust ik ook wel. Maar over het algemeen is het een normaal kopje thee. Ik ben adviseur werving en selectie voor het team financieel. Dus daarin schakel ik met zowel klant als kandidaat. 360 graden rol. Dus ik ga bij klanten op bezoek om uit te vragen wat zij zoeken. En ik bespreek met kandidaten wat zij zoeken in een nieuwe baan. En dat probeer ik dan samen te brengen. Het verder helpen van mensen, dat is wat ik echt leuk vind in mijn werk. Dat kan iets kleins zijn of het verder helpen van iemand aan een baan, aan een opdracht. Het puzzelen tussen wat een klant zoekt. Wat een kandidaat zoekt en ja, waar ook niet altijd helemaal overeenkomt, maar kijken waar toch die match zit. Ik vind het heel leuk om dat bij Boeg te doen, omdat ik me hier heel prettig voel en echt de ruimte krijg om op mijn manier, zoals ik het prettig vind, mijn werk te doen. Goede vraag. Ik denk dat ik dan toch weer iets zou doen met paarden. Ik ben 2,5 jaar eigenaar geweest met het gezin van een manege. En dat was heel leuk, maar ook heel zwaar. Vooral lichamelijk. Dus als ik echt al het geld van de wereld had, zou ik wel iets in die richting doen. Maar zou ik niet meer zelf gaan staan stallenmesten. Zou ik dan mensen voor hebben. Wel gewoon bezig zijn met ja, mensen en dieren. Doordat ik heb gekozen voor Boeg, ben ik baas over eigen geluk. Ik heb andere bedrijven gezien. Bij sommigen had ik het naar mijn zin, bij sommigen iets minder. En voordat ik hier bij Boeg kwam, gewoon in een bedrijf waar ik niet mee matchte. Toen heb ik echt voor mezelf gekozen en gedacht, ja, wat past er wel bij mij? En dat was Boeg. En dat komt omdat hier gewoon het persoonlijke niet uit het oog verloren wordt. Vind ik heel, heel belangrijk. En ik ben baas over eigen geluk doordat de ruimte die mij hier wordt gegeven om me te ontwikkelen, dat ik die ook pak. En daardoor door die ontwikkeling ook steeds lekkerder in mijn vel zit eigenlijk. Dan wordt het denk ik altijd alles zeggen wat ik denk. Want nooit meer praten, dat past niet zo goed bij mij. Ik kan niet zo snel komen op iets wat ik gehoord heb. En zelf heb ik ze over het algemeen niet nodig, want ik hou niet van te laat komen. Dus ik zorg gewoon dat ik lekker op tijd ergens ben.